Ga lekker zitten. Het Sinterklaasfeest gaat beginnen. Tellen jullie mee? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En meisjes, het moment is aangebroken. Het is tijd voor een echt groot feest. Hier zijn de enige echte Love Piet en Party Piet Pablo. Hallo! Hallo! Love Pietje! Hey Pablo! Welkom bij de Mega Sint Show! De pieten pakken bakjes en het feest kan weer beginnen. Jazeker! Er zit van alles tussen, ja, je kan het niet voorzien. Oh, 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 oh! Een bal, een pop, een halve kilo drop. Het zijn zoveel cadeautjes, kan het bijna niet geloven. Een pop, een huis, een grote knuffelmuis. De Sint die zit nou stil in precies wat jij wil. Feestje! En we zingen en we springen voor Sinterklaas. Ja, we springen voor de allerliefste baas. We zingen en we springen en iedereen is blij. Aan ons huisje gaat hij nooit voorbij. Born, 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 op en neer, op en neer. Born, 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 born. Sinterklaas is er weer. Born, 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 op en neer, op en neer. Born, 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 born. Sinterklaas is er weer. Welkom bij de Mega Sint Show. Het ziet er allemaal mooi uit, zeg. En we zingen en we springen voor Sinterklaas. Ja, we springen voor de allerliefste baas. We zingen en we springen en iedereen is blij. Aan ons huisje gaat hij nooit voorbij. Born, 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 op en neer, op en neer. Born, 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 born. Sinterklaas is er weer. Born, 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 op en neer, op en neer. Born, 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 born. Sinterklaas is er weer. Sinterklaas is er weer! Oké, jongens en meisjes, papa, mama's, opa's en oma's. Ik wil eventjes iedereen van die stoelen af. Ook daar bovenin, ga allemaal maar staan, 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 staan. Want dit is de Sinterklaas klassedans. Sinterklaas, komt eraan. Ga jij met je klas gaan staan. Dansen doe je voor de
met Sinterklaas. Dus kijken wat hij vindt. Van klaslokaal tot naar de gang. Pak de ruimte, wees niet bang. Je juf of meester doet het mee. Dit is het leukste feest. Springen! We springen met z'n allen. De voetjes van de vloer. De muziek staat veel te hard. Maar dat boeit geen ene moer. De hele klas werd los. Op de party van de seat. Want Sinterklaas klasse valt. Hallo allemaal! Gaan wij er vandaag even een feestje van maken? Wij vroegen, gaan wij vandaag een groot feest van maken? Moet je kijken wat een gezelligheid zo met z'n allen bij elkaar. Welkom allemaal bij de Mega Sint Show 2023. Ja, en lieve kinderen, vandaag komt hier, hè. Sinterklaas komt hier speciaal voor jullie. Ja, dit is ook zo leuk, lijkt me. Oh, jongens. Huh? Zeg, hoe werkt zo'n ding nou toch eigenlijk? Eens even kijken. Wat is dat? Sinterklaas? Oh, hier hem nou moet praten. Oh. Ja, dit moet hem zijn. Test 1, 2, 3, oh ja, het werkt. Ik wil ook wel eens een keer zo'n grootse aankondiging als die vervelende Party Piet Pablo en die Love Piet, hoor. Vervelend? Nou, meneer Van Driel? Dames en heren, koeken en peren. Hij is de grootste ster van deze show, scoorde meer dan 100 views op YouTube, maar heeft wel potentie voor 100 miljoen views. Is de knapste man. Knap? Eigenlijk van de wereld. En is speciaal voor jullie hier. Hier ben ik. Hier is hij. De enige echte meneer. We gaan er een feestje van maken, hè, met z'n allen. Ja! Hey, dag Pablo. Ben jij er ook? Ben ik er ook? Ja. Ben ik er ook? Dit hier, meneer Van Driel, dit hier is onze show. Ja. Ja. Oh ja, jullie show. Ja. Ja. Oh, Love Piet. Jij ook hier. Wat gezellig. Meneer Van Driel. Ja. Wat doe jij hier vandaag? Ja. Nou, ik hoorde dat Sinterklaas deze kant op kwam. Dus dacht ik van, nou, weet je wat? Dan ga ik alvast mijn... komt hij, hè? Oh, ik heb hem verloren. Daar ligt hij ergens daar. Kun je even kijken? Er ligt daar ergens mijn verlanglijstje. Ja, mijn verlanglijstje. Ach, wat lief. Dank u wel, hoor. Ja, och. Ik heb mijn verlanglijstje gemaakt. En ik dacht van, nou weet je, dan ga ik die hoogstpersoonlijk zelf aan Sinterklaas geven. Ja, want ik ben een heel jaar lief geweest. Jij lief geweest? Wel waar! Ja, ik lief, ja. In principe, als je lief bent geweest, krijg ik een cadeautje. Dus geef je lijstje nog even hier. Nee, die ga ik ook persoonlijk zelf geven. Oké, ja, wat jij wil. Ja, wat jij wil. Wat staat er allemaal op het lijstje dan, meneer Van Driel? Nou, ik heb, kijk, ik heb het een beetje groot uitgeschreven. Hoor. Kijk, een beetje groot, want Sinterklaas had vorig jaar wat last van zijn oogjes. Bovenaan staat een Ferrari. Een Ferrari? Ja, zo'n raceauto, weet je wel. Zo van... Ja! Een rode.
Nou. Zo, meneer Van Driel. Ja. Nou, dat is wel een heel erg groot cadeau, hoor. Ik weet niet of Sinterklaas dat wel kan regelen. Nee. Ja, tuurlijk kan Sinterklaas dat regelen. Sinterklaas kan toch altijd alles regelen? Ja, stel. Heeft hij ooit wel eens iets niet kunnen regelen, ja. Lovebeat? Daar heb je wel gelijk in. Ja. Maar dit? Ja, tuurlijk kan het. Dat gaat allemaal goed komen. Maar ik ga nu eerst even kijken waar Sinterklaas is. Want het duurt wel heel erg lang waar het is. Ja, hij is wel wat aan de late kant, Lofiet. Ja, maar heeft hij dan wel weer gelijk in, Pablo? Ja. Weet je wat we kunnen gaan doen? Nou? Nou, Sinterklaas vindt het altijd fantastisch als hij kinderen hoort zingen. Normaal gesproken komt hij daar altijd op af. Zullen we ons met de hele zaal gewoon gaan zingen? Ja, dan gaan we even kijken hoe hard ze hier wel niet kunnen zingen, Lofiet. Ik ben heel erg benieuwd, hoor. Kennen jullie deze? Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Wauw, wat mooi zeg. Een Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn laarsje. Wat kunnen ze mooi zingen, Lofbeat? Oh, ik ken jullie deze ook. Oh. Sigins komt de stammer uit Spanje. Zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Ik zie nog geen Sinterklaas. Ik ook nog niet. Ook Piet staat te lachen en roept ons reeks toe. Wie is het is krijgt en wie is stout is getoe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons. Doet hij nooit een lof? Nee, dat zou hij echt nooit doen. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. Jullie! Het is het paard van Sinterklaasje. Paardje is nog lang niet moe, maar hij moet naar bedje toe. Het paardje is nog lang niet moe, maar hij moet naar bedje toe. Zien jullie deze op je alert met mij mee? Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste zin. Oh, wat dan? Nou, een pop met vlechten in het haar. Een snoezig jurkje, kant en klaar. Drie kaatsen vallen in een net. Een letter van banket. Allemaal! Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh, wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, brengt ons vanavond een bezoek en stroom. Applaus voor jezelf. Fantastisch gezongen. Wauw. Oh, lieve kinderen. Jullie zijn er al. Ik heb jullie net horen zingen. Klonk echt heel erg goed. Ik ben alvast begonnen met alle verlanglijstjes te verzamelen. Mocht je die nou nog niet hebben ingeleverd, maak je geen zorgen. Doe hem gewoon in je schoen. Komt hij vanzelf bij ons terecht.
Verder is Sinterklaas ook al... Hey, Showpiet! Hey, Marty Piet Pablo! Yo! Hey, ik heb hier alvast enkele verlanglijstjes van enkele kinderen hier in de zaal uit Venray. Wil jij die even aan Sinterklaas geven? Dan kan hij ze gaan verwerken in zijn grote boek. Dit zijn er echt al veel, joh. Ja, veel lijstjes, hè. Ja, wow. Veel lijstjes. Ik zou goed geregeld worden. Ja, dankjewel. Doei, dadaag. Hey, Shoppie! Lofiet, en wie was dat? Oh, dit jaar, dat was de burgemeester van Venray. Hij probeert Sinterklaas te pakken te krijgen, maar het lukt hem niet. Ja, hij zal wel heel erg druk zijn. Ja. Maar als die komt, dan moeten we hem binnenzingen. Zo, en ze kunnen hier echt gigantisch hard zingen, Shoppie. Precies, en maak je ook geen zorgen, hè. Als Sinterklaas komt, klopt hij altijd even op de deur. Heeft hij nog niet gedaan, dus geen reden tot paniek. Paniek, huh? Volgens mij hoor ik Sinterklaas! Oké, we moeten zingen! 1, 2, 3, en... Sinterklaasje, kom maar binnen, het is echt. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons staan en laat je paardje maar buiten staan. Allee. En we zingen. Ben ik nou te laat? Een klein beetje, Sinterklaas. Excuseer. Maar kunnen ze misschien nog een keer zo mooi zingen dan? Nog één keertje en dan nog een keer iets harder? Ja, graag lekker hard. Lekker hard? Komt ie aan, Sinterklaas. Hè? Doe erachterin. 1, 2, 3 en... Sinterklaasje, kom maar binnen. Want we zitten allemaal even red. Misschien... En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Hey! Hallo! Hoe is het met jullie? En hoe is het met de papa's, mama's, opa's en oma's en de rest? Ah, fijn. En Pieter, hoe is het met jullie? Goed! Dan is iedereen eensgezind. Ja. Maar Sinterklaas, we vragen ons eigenlijk met z'n allen af, hoe gaat het nou eigenlijk echt met u? Want we horen alleen maar druk. Ja, druk en nog eens druk. Kun je mij helpen? Ja, zo gaat het nu met mij, druk. Ja. Ik heb het zo enorm druk vandaag. Oh ja? En niet alleen vandaag, het hele jaar al, ja. Ik ben druk met de verlanglijstjes, druk met het regelen van alle afspraken op al die basisscholen. Ik weet niet of ik het allemaal wel op tijd afkrijg, hoor. Ik ben zo druk dat ik er wel eens slecht van slaap. Ken je dat? He, dan ben je een beetje moe en zo. En... Zeg, luisteren jullie eigenlijk wel? Sinterklaas, wat fijn om te horen dat het zo goed met u gaat. Hey, ik heb hier nog wat lijstjes van de kinderen uit Utrecht. Ja, check. En dit soort van de kinderen hier uit de zaal, uit Venray. Wil je ze even gaan verwerken in het boek? Ze willen graag een cadeautje doen. Ik heb hier de lijstjes uit Noord-Brabant en Noord-Holland. Oh, ja, kom maar. Ja. Sinterklaas, ik heb hier de lijstjes van Zuid-Holland voor u. Ja, zet dan maar neer. Is dit alles? Nee, Sinterklaas, ik heb hier nog een paar. Even kijken, dit zijn nog wat verlanglijstjes. Zo, ja, check. Zo, deze komen uit Waalwijk, Duiven, Amsterdam, Den Haag, Antwerpen, Papendrecht, Hengelo. Graag even allemaal verwerken, Sinterklaas. Yes, Sinterklaas. Even verwerken. Nou, ja. Dan ga ik ze maar even verwerken. Hoor ik nou? Heeft iemand zijn telefoon aan laten staan? Sinterklaas, uw telefoon gaat. Neem me niet kwalijk, het is die van mij. Hallo, met Sinterklaas. Oh, hallo! Ja, wacht even. Een moment. Pieter, ja? Kunnen jullie even die zakken opruimen? Dan ga ik er straks naar kijken, naar al die verlanglijstjes. Ja, zegt u het maar. Dank voor het wachten. Ach, ja, meneer de directeur van basisschool De Regenboog. Ja, dat weet ik nog wel. Ja... Of we bij u langs kunnen komen op 4 december.
zal ik even moeten overleggen met de Pieten. Loofpiet. Ja, Sinterklaas. Heb jij de kalender bij? Ja, Sinterklaas. Kunnen wij op 4 december op visite bij basisschool De Regenboog in IJmuiden? Dat is 4 december, Sinterklaas. Ja. Moment hoor, we zijn het even aan het controleren. Ja, druk hè. Ja, maar het gaat goed. Ja. Oeh. Wat is het? Dat is een drukke dag. Maar goed, als ik deze met die verschrijf, dan... Nou, geef maar door, tussen 2 en 3 kunnen we nogal een gaatje vrijmaken. Fijn. We kunnen tussen 2 en 3. Ja, hartstikke fijn. Zien we u dan, dag hoor. Oh, ja. Staat genoteerd, Sinterklaas. Fijn, super. Tussen 2 en 3. Oh, Sinterklaas. Ja. Voordat ik het vergeet. Ja, de burgemeester van Venray die had gebeld. Zou die zo snel mogelijk eventjes willen terugbellen? De burgemeester van Venray terugbellen? Ja, zit ik niet te pakken. Oh, Sinterklaas. Ja. Ik had trouwens ook nog een ander telefoontje voor u. Van Stichting Jarig Job. Oh. Ja, dat is een stichting die zorgt ervoor dat gezinnen die het wat minder breed hebben, dat ze dan toch nog op een verjaardag een cadeautje kunnen krijgen. Kunnen wij wat cadeautjes aan ze afgeven? Ja, dat moeten wij absoluut doen. Dat is een mooi initiatief. Dus, akkoord erop geven? Akkoord, ja, zeker. Akkoord. Burgemeester van Venray terugbellen. Die verlanglijstjes moeten controleren. Oh, Pieter. Ik ben zo enorm druk geweest dat ik niet eens tijd heb gehad om lekker te swingen op die hits van jullie. Ja, het is druk, Sinterklaas. Hé, ik heb een heel goed idee, hè. Dan gaan we gewoon even lekker swingen, zingen en dansen op onze grote hits. Ja. En dan gaat u even lekker chillen op uw mooie stoel van Sinterklaas. Oh ja, chillen op mijn billen. Chillen op de billen, ja, neem lekker plaats, Sinterklaas. En dan gaan we even kijken hoe goed de kinderen hier in Venray van die kunnen dansen, Sinterklaas. Oh. Oké, kinderen, los in die heupjes, de enige echte Pieten High. Dit jaar doen we razendrek in het kasteel en op het dek. Pepernoten in de zaak, gaan de Pieten op het dak. En Sinterklaas, die komt er mee in de stoomboot over de zee. Amerika, die is erbij en alle Pieten, die zijn blij. Alle Pieten zijn erbij, zijn van de partij. Een high voor jou en mij. Het zijn Love en Party Piet, je favoriet. Dus geef me nou die Piet, geef mij die Piet. Kom aan, Pieter Hart! Het is de Pieter Hart! Pieter Hart! Oké, nu gaan we meeschrijven, hè. Doe maar mee, want Sint en Pieten zijn oké. Jullie, hè? Komt-ie! Doe maar mee, want Sint en Pieten zijn oké. Harder, doe maar mee, want... Kom op, doe maar mee, want... Harder, doe maar mee, want... Kom op, Pieten Hart! Het is de Pieten Hart! Pablo, mag ik ook meedoen? Ik heb net het hele kasteel schoon. Martin Meiland, zeker weten, ja hoor. Klappen jullie mee? Klap, 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 klap. Sinterklaas is in het land en heeft cadeautjes, speelgoed, snoepgoed bij de hand. En alle Pieten zijn erbij voor een mega gave party voor jou en mij. S'nachts komt hij bij je thuis. Volle zakken met cadeaus uit de speelgoedkluis. De cadeaus op nummer 1. Komt de kluisering weer terug of is er een probleem? Laat maar zien hoe hard je kunt. Het is de Sint-stunt, Sint-stunt. Hey, hey, hey. Doe de move, mega fun. Het is de Sint-stunt, de Sint-stunt. Hey, hey, hey. Draai een keertje in de rondte. De Pieter Party is nu echt begonnen. Laat maar zien hoe hard je kunt. Het is de Sint, 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 Sint-stunt. Wat goed! Hey, hey, hey. Maar ze bijna, bijna, bijna. Hey, hey, hey. Wat goed, Sinterklaas! Jij bent mijn superziend, superziend. Ik weet dat jij mijn ijsje vindt. Over cadeautjes mag ik dromen. Jij bent mijn superziend, superziend. Je hebt geen favoriete kind. Jij mag altijd bij mij langskomen.
van, kan je mij het eens uitleggen? Als een superheld verdwijn jij in de nacht. Terwijl ik mega dan voor dat raam had gewacht. Jij bent mijn superzien, superzien. Weet dat jij mijn huisje vindt. Over cadeautjes mag ik dromen. Jij bent mijn superzien, superzien. Je hebt geen favoriete kind. Jij mag altijd bij mij laat komen. En soms is onze boot helemaal stuk. De boot is stuk, de boot is stuk. Hoe moeten we nou naar Nederland? Iedereen is in paniek, straks komen we niet op tijd. De boot is stuk, de boot is stuk. Straks komen we niet meer aan de kant. Kom, we moeten door en gooien alles in de strijd. Oh, 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 Sinterklaas is niet zo blij. Ba, 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 zo komt de boot niet dichterbij. De boot is stuk, de boot is stuk. Hij komt geen meter meer vooruit. We zitten met z'n allen met de handen in het haar. De boot is stuk, de boot is stuk. Wie kan ons nou toch helpen dan? Er moet toch iemand zijn die met gemak dit klusje klaar. Oh, 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 Sinterklaas is niet zo blij. Ba, 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 zo komt de boot niet dichterbij. Oh, 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 Sinterklaas is niet zo blij. Ba, 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 zo komt de boot niet dichterbij. Hey, Sintje, het is vakantie. Wie gaat er allemaal mee naar Spanje? Elk jaar rond 6 december is het weer gedaan. Is het weer gedaan? Dan kunnen wij naar Spanje gaan. Want daar is waar we wonen, in de Spaanse zon. Hey. Waar het ooit begon. We hebben zomer. Oh yeah. Dus ga je mee. Zeker weten. Lekker zwemmen in de Spaanse zee. Zo, zon in Spanje. Met cocktails en kinderchampagne. Parapa, 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 parapa. Parapa, 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 parapa. Oh yeah. Parapa, 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 parapa. Adios. Parapa. Prachtig, Pieter. Oh, oh, waarom trilt die stoel zo? Oh, oh, ik zit op mijn telefoon. Oh, oh, het is de hoofdpiet. Oh, ja, die had waarschijnlijk nieuws voor mij. Wacht even. Hallo, met Sinterklaas. Oh ja, hoofdpiet, hoe is het met die zieke Piet? Voedselvergiftiging. Wat heeft hij gegeten dan? Oh. Wat is een krompoes? Oh, Sinterklaas. Ah, goed. Nou ja, zorg maar dat hij gauw weer beter wordt. Hè? Vitamintjes, genoeg rust en dat soort dingen. Het grote boek. Ja, die heb ik bij me. Wacht even. Oh, maar vergeet die verlanglijstjes nou niet, Sinterklaas. Oké. Ligt het aan mij... Of komt Sinterklaas een beetje gestrest over? Ja, hè? Oké, misschien moet ik gewoon even gaan kijken hoe het met hem gaat. Ik ben zo terug. Zo, het grote boek te pakken. Die heb ik gelukkig bij. Maar dan kan ik overal waar ik ook maar ben, gewoon in mijn boek werken natuurlijk. Ah. Even... Er is paniek. Sinterklaas! Wat is er? Sinterklaas! Ja, hoe? Hier zo. Hier. Oh. Ja. Dag, Sint. Ah, jij bent het van Driel. Ja. Vandaar de paniek. Nou, ik vind het fijn u... Zit u nou te lachen? Ja. Ik vind het fijn om u weer te zien, Sinterklaas. Ja. Ja. Wederzijds hoor, van Driel. Ja, ja, ja. Lang geleden. Nou ja, een jaartje, hè. Een jaartje. Ja, ja. Maar nu ik u toch hier zo zie... Ja, ik heb er heel lang aan gewerkt... ik heb gezweten tot aan mijn oksels, maar hij is klaar. Hij is klaar? Ja. Wat? Mijn verlanglijstje. Oh ja. Ja. Jij hebt natuurlijk ook een verlanglijstje. Ja, 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 ja. Want ik ben een heel jaar lief geweest. Oh ja? Ja.
Zij twijfelen er nog een beetje aan. Nee, maar het is echt zo hoor. Ik ben echt heel erg lief geweest. Oh. Dus ik heb nou hier... ja, Van Driel. Ja? Als jij echt bent lief geweest het hele jaar, kreeg ook jij gewoon een cadeautje op pakjesavond. Ja, precies. Dus daarom heb ik hier, kijk, mijn verlanglijstje. Jouw verlanglijstje? Wat staat er nou bovenaan? Is dat nou een kanarie? Er staat een Ferrari. Oh! Ja, juist. Zo'n raceauto, weet je wel, waar je lekker snel door de tunneltjes kan rijden. En jij weet zeker dat je dat wil hebben? Ja, dat wil ik hebben. Ja, dat wil ik zeker hebben. Nou ja, doe dat verlanglijstje maar in je schoen, dan zal ik mijn best wel doen, ach, hè, Van Driel. Dat rijmt, dat rijmt, dat rijmt. Oh ja, dat ga ik doen. Ik ga hem lekker in mijn schoen doen. En dan vol verwachting klopt mijn hart. Ja, oh, ik kan bijna niet wachten. Nee, hij kan niet wachten. Niemand kan natuurlijk wachten. En voor je het weet is het 5 december. En ik heb nog zoveel te doen. Oh, lieverds. Dit voelt helemaal niet goed. Ik heb het gevoel dat ik tegen een burn-out aanloop. Moet het echt rustiger aan gaan doen. Maar hoe? Zie de maan schijnt door de bomen, maar ik zit er nu toch echt doorheen. Een burn-out kan zomaar komen, want ja, ik ben ook niet van steen. Misschien moeten we wel terug. Terug naar Spanje en dan heel vlug. Dit jaar dan maar geen cadeaus. Hopelijk worden jullie dan niet boos. Goed, geen cadeaus, dat is natuurlijk wel heel erg. Ja, goed. Zal hij zich niet vergissen? Hoe gaat het Sintfeest nu wel door? Sinterklaas willen wij niet missen. Kinderheld die ik bekoor. Oh, het Sintfeest is zo fijn. Met familie samen zijn. Dit jaar dan maar geen cadeaus. Hopelijk zijn jullie nu niet boos. Sinterklaas, als je er echt zo mee zit, hè. En als je echt zo druk bent, hè. Misschien moet je dan maar wat rustiger aan gaan doen, hè. Dan maar geen cadeaus voor de kinderen dit jaar, hè. Ja, het is niet anders, hè. Ach, Sinterklaas. Wat hoor ik nou? Gaat het niet zo goed met u? Kijk maar uit dat je geen burn-out krijgt, hè, Sinterklaas. Dat zou wel een beetje zielig zijn, hè? Dat biedt weer wel kansen voor mij, lieve kinderen. Weet je wat het is, Van Driel? Al dat geregel en georganiseer en al die verantwoordelijkheid. Ja, ja. Ik zou gewoon een jaartje het wel wat rustiger aan willen doen. Och, dan heb ik wel een idee voor u, Sinterklaas. Oh? Ja, en dan krijgen de kinderen gewoon een pakjes met pakjesavond. En dan krijg ik ook mijn pakjes met pakjesavond. Want ik ben natuurlijk niet voor niets lief geweest de hele jaar. Ah. En dan hoeft u niet terug naar Spanje. Niet terug naar Spanje? Nee. Wat is je idee, Van Driel? Vertel op. U moet een Piet worden. Ja! Een Piet worden, ik? Ja! Ja. Nou, een Piet worden. Dat is niet zo'n gek idee. Nee, precies. Sinterpiet. Dat is een perfecte naam voor u, vindt u niet? En kan dat zomaar? Ja, natuurlijk. Ik zie u dat helemaal doen. Dan heeft u ook wat minder last op de schoudertjes, hè? Ja, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Oh, heel eenvoudig, Sinterklaas. We gaan eerst uw tenue een beetje aanpassen. Ja, maar ik ben nogal gehecht aan mijn tenue. Ja, Sinterklaas, wil je nou Sinterpiet worden, ja of nee? Ik wil het wel proberen. Mooi. Dan gaan we eerst uw tenuutje even aanpassen. Kom maar mee. Wie is de allerbeste danser van de zaal? Vingers. Zo, zoveel dansers. Oh, nou, dat wil ik nog wel eventjes zien dan. Ga allemaal maar staan en doe ons maar na. Oké, ik ben reuze.
benieuwd. Daar gaan we. Dit is de Pieter Megadans. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. Beetje een rare houding, hè, Pieter? Ja. Maar wel helemaal de Pieter Megadans. Oké, daar gaan we. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde. Opgelet. Opgelet. Ga klaarstaan. Ga klaarstaan. Benen wijd. Benen wijd. Voeten naar buiten. Voeten naar buiten. Borst naar voren. Borst naar voren. Armen omhoog. Armen omhoog. Maak een mijter. Maak een mijter. Oh, en trek een gekke bek. Gekke bek. Wat een gekke bek, zeg! Oh meneer, wat een gekke bek, zeg! Oh, kijk nou! Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde. Opgelet! Opgelet! Ga klaarstaan! Ga klaarstaan! Benen wijd! Benen wijd! Voeten naar buiten! Voeten naar buiten! Borst naar voren! Borst naar voren! Arm omhoog! Armen omhoog! Maak een mijter! Maak een mijter! Trek een gekke bek! En nu gaan we heel hard gillen! Woe! Heel erg goed! Dans, dans, dans op en neer, neer, neer! Draai, draai, draai in de ronde! Nog een keer! Dans, dans, dans op en neer, neer, neer! Draai, draai, draai in de ronde! En klaar! Goed hoor! Wauw! Hey, maar Pieter, waar is Sinterklaas eigenlijk? Sinterklaas? Sinterklaas? Nee, het is geen Sinterklaas meer! Het is Sinterpiet! Sinterwie? Sinterpiet! Piet! Zeg, Van Driel! Ja? Weet je zeker dat het dit moet zijn, dit pakje? Ja, kom nou maar, het staat je tof. Nou, nee, ik blijf liever hier staan. Ik durf niet zo goed, ja, geloof ik. Kom nou maar, zeur Piet. Het staat je fantastisch. Als jij het zegt. Dames en heren, koeken en peren, jongens en meisjes. Hier is hij dan, de enige echte Sinterpiet. Ja. Nou. Ja. Ja, ja. Zit eigenlijk wel erg luchtig, moet ik zeggen. Ja. Hé, hey, kijk nou eens. Wat doe jij? Ik zie mijn knieën. Ja. Wat heeft het allemaal te betekenen? Ja, sorry hoor, maar ik begrijp het niet helemaal. Beste Pieten, Van Driel, lieve kinderen en ouders. Vanaf vandaag ga ik niet meer door het leven als Sinterklaas, maar ben ik net als jullie een Piet. Een Piet? Voilà. Ja, en niet zomaar een Piet, Sinterpiet. Voilà. Het zal even wennen zijn, maar het is voor mij een stuk minder zware last op mijn schouder. Ik weet niet hoor. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo slecht staan. Best wel cute. Ja, het is heel mooi. Ja. Het ziet er goed uit, hè, kinderen? Jawel! Dat is mooi, hè? Jawel! Sorry hoor, maar ik heb echt even tijd nodig om dit te gaan verwerken. Oh. Oh. Even kanten. Sinterklaas. Pieter. Ja. Kun je ook als een Pieter bijvoorbeeld dan bewegen? Zo. Wajo. Dat heb ik laatst ergens gehoord. Nou, ja, oké. En kun je ook als een Pieter bijvoorbeeld huppelen? Wij huppelen heel veel. Geen idee waarom. We huppelen heel veel, zeggen ze altijd. Zo. Huppel, 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 huppel. Doe maar. Ja, go. Huppelen. Ja. Nou. Niet slecht, niet slecht. Hè? Mooi, ja. En kun je ook als een Piet op het dak klimmen en door de schoorsteen? Heel belangrijk. Piet Pablo, ja? Kunnen we het alsjeblieft wat rustiger aan doen? Ik bedoel, ik moet nog wel een beetje inkomen in dat Piet zijn. Oh, ja, als ik heel eventjes mijn mening mag geven in deze hele situatie. Ja. Ik vind het allemaal nog een beetje Sinterklaaserig. Een beetje wel, hè, ja. Ja. Pablo, misschien kunnen we Sinterklaas wel... Sorry, Sinterpiet. Leren hoe hij een echte Piet kan worden. Ja! Wie hier in de zaal wil eigenlijk allemaal nog meer een Piet worden? Zo. Zoveel?
Oh, misschien kunnen we wel de hele zaal en Sinterpiet leren hoe je een Piet kan worden met een Pietercursus. Een Pietercursus, ja! Oké, kinderen, ga allemaal staan uit je stoel. Dan gaan we leren hoe je een echte Piet wordt, hè? Ja. En dan gaan we kijken wie de beste Piet wordt van de zaal. Doe ons maar na. Kan je als een Piet over de takken balanceren? Zet je voeten bij elkaar, dan zal ik het je leren. Wissel om in of van voet, beweeg maar naar voren. Doe wat stilletjes aan, want niemand mag je horen. Nee, echt niemand. Je kan het wel, je hoeft niet zo snel. Ja, je kan het wel. Het is net een spel. Komt-ie aan! 3, 2, 1! Ja, een Pieterdiploma, dat heb je niet zomaar. Je moet goed studeren of op Pieter leren. Ja, een Pieterdiploma, dat heb je niet zomaar. Luister vaak dit lied, dan word jij die Sinterpiet. Piet strooien! Piet, 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 Piet een diploma. Dan word jij die Sinterpiet. Piet, 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 Piet. Diploma, dan word jij die Sinterpiet. En dan sla de zak vol met cadeautjes over je rug. Spring zo hoog als je kan. Hoger. In de lucht. We glijden door de schoorsteen tot aan de grond. Beneden aangekomen, draai een keertje in het rond. Je kan het wel, je hoeft niet zo snel. Ja, je kan het wel. Het is net een spel. Komt-ie weer. 3, 2, 1. Ja, een Pieterdiploma, dat heb je niet zomaar. Je moet goed studeren of op Pieter leren. Ja, een Pieterdiploma, dat heb je niet zomaar. Luister vaak dit lied, dan word jij de Sinterpiet. Piet, 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 Piet. Pieterdiploma, dan word jij de Sinterpiet. Piet, Piet, dan word jij de Sinterpiet. En wij Pieten gaan ook elke ochtend om 6:00 Pietengymnastieken. Jij ook? Ik ook, Sinterpiet. Is me nog nooit opgevallen. Nou, ik was er echt bij, hoor. Oh. Let goed op, want ik vertel wat mijn geheim is. Ja. Elke morgen als ik opsta, weet je dat ik fit ga, schud ik alles los. Ja. Nee, echt hoor. Echt. En weet je wat dan echt zo fijn is? Oké, kinderen, ouders, allemaal gaan staan. Uit je stoel, de hele zaal. Dan gaan we met z'n allen samen even gymnastieken. Doe ons maar na. Wij gaan trainen. Schudden met die armen en die benen. Yeah. Goed zo. Ik schud ze hoog, ik schud ze laag. Dit is wat we gaan doen vandaag. Wij trainen. Bewegen we van boven naar beneden. Ga mega hoog, dan super laag. Dit is wat we gaan doen vandaag. Loop Piet, de kinderen doen goed mee, maar nog niet alle ouders, hè? Oh, niet alle ouders. Daar achterin, hè? Even het goede voorbeeld geven. Allemaal gaan staan. Kom op. Als ik het kan, kan u het ook, hè? Kom maar mee. Ja. Wij gaan trainen. Schudden met die armen en die benen. Yeah. Ik schud ze hoog, ik schud ze laag. Wat we gaan doen vandaag, wij trainen. Bewegen we van boven naar beneden. Ga mega hoog, dan super laag. Dit is wat we gaan doen vandaag. Oh. Wij trainen. Tot na de pauze. Voor ze. Ik stond ooit in het grote boek van mijn vriend Sinterklaas. Het was een tijd geleden, dus vergeet het, tja, helaas. Hij zei, je hebt vele mooie liedjes, maar schrijf ook eens wat voor mij. Dan gaan we samen dansen, met de kinderen erbij. We dansen mee, met Sinterklaas, Sinterklaas. Ik heb er lang naar uitgekeken, kan niet wachten op het feest van Sinterklaas. Sinterklaas, dus spring maar in het rond en doe maar dwaas. We dansen mee met Sinterklaas. Gooi je handjes in de lucht, spring omhoog en neem de vlucht. Kom op en doe maar mee met Pablo en René. La 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 la.
toe. Wij zijn stoere Pieten. Wij zijn Pieten. Wij zijn stoere Pieten. Dans mee, de Pietenvaar. De Pietenvaar. Sinterklaas op zijn boot, cadeautjes zijn weer in de omgoot. Pepernoten zijn gebakken, zo vullen wij alle zakken. Piep, piep, pieten op het dak, vullen schoenen met gebak. Wij zijn de stoere Pieten. We roepen stoere Pieten. Stoere Pieten. We roepen hippe Pieten. Hippe Pieten. We roepen coole Pieten. Coole Pieten. We roepen gave Pieten. Gave Pieten. Wij de Pieten zijn elk jaar een mega grote hype. Dit jaar dansen we allemaal de Piep Piep Pieten Vibe. Oké, allemaal een bijtig boven je hoofd. Dans mee, de Pieten Vibe. De Pieten Vibe. Sinterpiet, ja? Kun je ook swishen? Oh ja, dat heb ik geoefend. Het is weer Sinterklaas, kids. Kom met z'n Pieterbaas, kids. Ik heb zoveel cadeaus, kids. Auto's, games, op de speelgoed, het is grandioos. We zijn weer in het land, de Pieter. Er is veel aan de hand. Ik heb weer speelgoed mee. De Pieten. Oh, dat is een goed idee. De Pieten. We zijn de Pieten. Ja, de Pieten. Veel genieten, want de Pieten zijn cool. Alle kids die zijn zo blij voor jou en mij. We zijn erbij. Ik ben je favorietje, ken me wel. Party Piet. Pablo. Hey. Het is Pablo. Hey. De heat die gaat nu aan, dus laat je nu maar gaan. Oké, we gaan swishen. De Pieten swish. Pieterswees! Applaus voor Sinterpiet! Zo, Sinterpiet, dat zag er echt vet cool uit, zeg! Hey, weet je, jij hebt echt coole moves! Nou, wat alleraardigst weer van jullie, Pieten. Ik bedoel, mede, Pieten. Hé, hey, maar even een vraagje, een hele belangrijke vraag. Hè. Ja. Mogen de kinderen hier in de zaal misschien vanavond hun schoen zetten? Ja, dat vraag je echt aan de verkeerde, hoor. Ja, ik bedoel, ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Oh. Nee, ik ben nu Sinterpiet. Ja, Sinterpiet. Nee, maar hoe moeten wij nu verder zonder een Sinterklaas dan? Nee, dit gaan we niet weer doen zoals vorig jaar, meneer Van Driel. Ja, maar jij moet helemaal niet achter. Nee, dat is het hele probleem juist. Nee, als jij weer Sinterklaas gaat spelen, net zoals vorig jaar, nou, dan kunnen we met z'n allen meteen teruggaan naar Spanje en pakjesavond overslaan. Dus chop chop, ik wil jij hier niet meer zien. Ja, maar love, Piet, ik dacht toch wel dat ik het echt in me had. Nee, meneer Van Driel, ik zeg het nog één keer. Moven en wegwezen. Ja. Dag! Jongen. Nou! Ja, adequaat gehandeld, Love Piet. Heel goed. Ja, maar oké, wat nu? Ja, wat nu? Ik heb geen idee meer. Ja, wat nu? Eigenlijk, hè, Pieter? Eigenlijk moeten we iemand uit de zaal hebben. Een soort van vervanging voor Sinterklaas. Oh. Huh? Kun jij heel even helpen? Ja, heel even helpen. Lijkt hij op Sinterklaas? Nee! Oké, loop niet weg. Blijf vooral hier. Wij zijn zo terug. Ik ga even kijken wat dat gaat worden. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ja, ik ook. Maar laten we maar eventjes. Ik heb eigenlijk wel zin in wat gezelligs. Zin in wat gezelligs? Ja! Ik heb wel een ideetje. Denk jij wat ik denk? Ik denk wat jij denkt! Wie is zijn favoriete liedje? Zet hem op repeatje. Oh, 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 zet
zet hem op repeat. Weet je wat ik wel zou willen doen vandaag? Zingen met z'n allen van omhoog naar laag. Sintje niet sorteren op een superlied. Start jij op als repeat, anders komen we er niet. Voel jij het in je lichaam, ja zo'n tinteling? Yes, we gaan het doen, dit is helemaal ons ding. Vrolijkheid en top, daar houdt ons Sintje van. We gaan door met ons plan, speciaal voor deze man. We kunnen rappen en jellen, op onze vingers mee tellen. Hoeveel keren we wel dit liedje in ons hoofd hebben. Zal ik jou eens voorspellen, ik geef iets in je schoen. Dat hij deze song alleen maar wil doen. Dit is zijn favoriete liedje, zet hem op repeatje. Oh, 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 zet hem op repeat. Dit is zijn favoriete liedje. Zet hem op repeatje. Oh, 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 zet hem op repeat. Dit is zijn favoriete liedje. Zet hem op repeatje. Oh, 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 zet hem op repeat. Vriend, cadeaus in overvloed en pepernoten en snoepgoed. Oh yeah, wij Pieten zijn je beste vriend. Hey! Je vriend, hey! Die jij echt verdient. Doe je mee? I love Ik weet het niet hoor, Pablo. Het ziet er toch niet uit wat daarachter staat. Mijn outfit zag er toch veel beter uit, toch? Nee, dit is precies wat het moet zijn. Noem het een verjonging. Een ja. Verjonging, schijt toch uit. Dames en heren, jongens en meisjes, lieve kinderen. Hier is hij dan, onze nieuwe Sinterklaas. Vreselijk. Ja, 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 dat is mooi hè. Zeg, Pablo. Ja? Moet dit voorstellen? Dit hier is onze nieuwe Sinterklaas. Hij gaat voortaan de kar trekken. Ja. Hij. Hij? Ja, echt. Dat is mooi, hè? Ik had me dat toch heel anders voorgesteld, hoor. Ja? Oh. Een vervanger. Maar als jij het zegt... Wat is dit nou weer voor een plan? Nou, ik zag een papa in de zaal lopen. Ik dacht, die is perfect voor de rol van Sinterklaas. Ja. En dat touwtje hoort er ook bij? Touwtje ook, ja, ja, ja. Het is net een rollade. De... nou goed, misschien moeten we even gaan testen of deze Sinterklaas hetzelfde reageert als dat u dat altijd deed. Oei. Ja, maar hoe wil je dat dan gaan doen? Met een lievelingsliedje. Oh, jij bedoelt Pieterliefde. Precies. Dat is een heel leuk liedje, dan ga ik altijd lekker op mijn stoel oh, zitten. Oh, nee, 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 nee. Nee, jij bent nu een Piet, dus jij mag hier ergens gaan staan. En oh, ja. Sinterklaas, u mag lekker gaan zitten, kom maar mee. Partypiet, Babel en Lofpiet, willen jullie misschien Pieterliefde zingen? Kunnen we kijken hoe Sinterklaas reageert? Jazeker, speciaal voor onze nieuwe Sinterklaas. En dan gaan we ook kijken hoe hard de kinderen hier wel niet kunnen zingen. Hè? Ja, ik ben wel benieuwd of een beetje Pieterliefde hier in de zaal zit. Samen pakjes maken. Samen 's avonds op de daken. Samen alles in de zakken. Samen pepernoten bakken. Samen slapen op de Pieterzaal. Samen voor het slapen een Pietverhaal. Samen Pieterliedjes zingen. Samen door de schoorsteen springen. Jullie hè? Omdat ik jou vertrouw. Beleef met jou mijn avonturen mee. Ik hoop echt dat dit nog lang mag duren. Want het is
zo hard, hè? Het is... Wat een liefde. Oh, 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 oh. En kunnen jullie misschien nog harder meezingen? Want we hebben namelijk een up-tempo-versie gemaakt. Ja, speciaal voor onze nieuwe Sinterklaas. Samen de schoentjes vullen. Samen van de letters smullen. Samen naar Mexico aaien. Samen naar de pietjes zaaien. Samen de boot losgooien. Samen pepernoten gooien. Samen gedichtjes schrijven. Voel ik mij mega sterk. Wow. Samen met jou heb ik plezier in er. In Piet zijn. Samen met jou houden wij alle Pieten op gang. En Pablo. Ja. Samen met jou ben ik voor niets en niemand bang. Zwang. Want het is Pietenliefde. Ik doe alles met jou. Pietenliefde. Omdat ik jou vertrouw. Fantastisch gezongen, zeg. Wauw. Pablo. Ja, Lofiet. Ja, ik moet eventjes iets beginnen aan je. Wat dan? Nou, toen wij net zo hier Pietenliefde aan het zingen waren, heb ik niet helemaal 100% alleen maar aan jou gedacht. Niet alleen aan mij gedacht? Nee. Aan wie dan? Ja, die in die stoel. Bedoel, ja. Ik zit daar wel een goed plan. Ja, doe maar even. Zal ik het even... Ja, 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 oké. Meneer Sinterklaas, ik denk dat ik namens iedereen u wel van harte wil bedanken voor uw dienst. Maar bij nader inzien denken wij toch allemaal dat het niet helemaal uw roeping is. Oh. Ja, dat vind ik nou ook. En dat zie je heel scherp, Lofiet. Ja, je bent heel scherp vandaag. Heel goed, hoor. Ja, we gaan ermee stoppen, hè, meneer. We gaan ermee stoppen. We gaan ermee stoppen, hè. Ja, we gaan het pakje weer uit doen. Ja, dus even hoppelakee. Zo, wacht even, daar gaat hij hoor. 1, 2, hoppakee. Tot ziens, Sinterklaas. En dan ga ik Sinterklaas spelen. Pieten. Sinterpiet. Er moet mij wat van het hart. Oh, wat dan? Ja. Ik mis het gewoon wel een beetje, hoor, om Sinterklaas te zijn. Volgens mij ben ik helemaal niet gemaakt om een Piet te worden, nee. Ik mis hoe de kinderen prachtige tekeningen voor me maken. Ja. En hoe ik dan lekker in mijn eigen stoel kan luisteren hoe ze Sinterklaasliedjes zingen. En ik mis zelfs het doorspitten van de verlanglijstjes. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Maar nu ik als Piet een tijdje met jullie heb mogen meedoen... Ben ik wel heerlijk uitgerust. Ja. Fijn, Sinterpiet. Dus, Sinterpiet, betekent dit dan dat u de oude vertrouwde Sinterklaas weer gaat worden? Nou, als dat mag van de kinderen. Ja! Nou, mooi. Laat maar opkomen, die verlanglijstjes. Ik ben er helemaal klaar voor. Yes! Oh, nee. Ik ben er helemaal niet klaar voor. Niet? Ik zou me eerst even moeten omkleden. Oh ja, omkleden, ja. Dat lijkt een uitstekend idee, Sinterklaas. Dan geeft hem een applaus, hè, onze invalsint. Ja. Ja, ga maar zitten, hoor. Het is goed geweest. Zo, nou blijft er maar eentje over, hè. Ja. Ja. Ja, ik dacht ook wel, hoor. Ja, ze kunnen niet om me heen, hè. Die functie is op mijn lijf geschreven. Dus, Sinterklaas, wordt. Daar komt hij weer, ja! Sinterdriel, ja! Ja! Ja. Van Driel? Ja. Jij gaat geen Sint worden. Niet? Nee, Sinterklaas heeft zich bedacht.
En hij mist het echt enorm om Sinterklaas te zijn voor alle kinderen hier in de zaal. Dus Sinterklaas blijft gewoon Sinterklaas. Is dat zo, kinderen? Ja! Dus ik mag geen Sinterdriel zijn? Nee! Nou, je hoort de meneer van Driel. Je luidt gewoon lekker onze meneer van Driel. Omdat ik dan alle cadeautjes heb. En dan kan ik ook mijn speelkamer inrichten. Maar meneer van Driel, hij zei toch helemaal aan het begin van de show dat jij het hele jaar lief bent geweest? Ja, dat klopt. Ja, en als je lief bent geweest, dan krijg je van Sinterklaas op pakjesavond heel veel cadeaus. Toch, kinderen? Ja! Ja, dus hier die staat, kom maar. Ja, precies. Ja. Dus van Driel, jij krijgt net zoveel cadeautjes als alle andere kinderen hier in de zaal. Opgelost. Nou, is dat niet even leuk? Hebben we heel geregeld, hè? Ja. Pieter, ik heb geweldig nieuws. Ik ben mezelf weer. Ja. Oh, Sinterklaas. Fijn, Sinterklaas. Ja. Zeg van Driel. Ja. Ben jij nou weer verkleed als Sinterdriel? Ja. Maar ja, dat hoeft nou niet meer, hè. Dus ja, dan ga ik me maar uitkleden. Het is goed geweest voor vandaag. Oh! Pablo! Er zijn kinderen bij. Ja, kom maar even. Oeps, Sinterklaas. Is die weg? Kust is veilig. Oh. Nou... Ik voel me eindelijk weer helemaal mezelf, Pieter. En weet je waar ik nou zin in heb? Nou? In zo'n fijne hit van jullie. Lieve kinderen, zullen we er nog eentje doen? Ja. Sinterklaas, ja. Welke dan? Ik wil graag die eenhoren met dat losse armpje. Oh. De Pieter Sinterklaas! Oh, ja. Pietje. Sinterklaasje. Oké, kinderen. En we gaan zingen op ons allerhardste. Laat je horen. De Sint is in het land. Wauw. We roepen Sinter. Met zo'n grote lange baard. Sinter. Zit altijd op zijn winterpaard, zit er? En heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaas. We roepen naar de Sint. Hey! Roepen naar de Sint. Hey! We roepen hard naar de Sint. Hey! De Pieten zijn erbij. Hey! Dat zijn wij. Hey! Dit is de boel voor jou en mij. Dit is de... Dat kan veel harder. De winter komen langs, 's nachts op de daken. In de sneeuw, in de kou, om schoenen vol te maken. Dus wees een beetje lief, we gaan je niet vergeten. Want we kijken je moesters weten. We roepen Sinter met zijn grote lange baard. Sinter zit altijd op zijn witte paard. Sinter en heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje. We roepen naar de Sint. Hey! Roepen naar de Sint. Hey! We roepen hard naar de Sint. Hey! De Pieten zijn erbij. Hey! Dat zijn wij. Hey! Dit is de boel voor jou en mij. Dit is de... Oké, komt-ie, zingen!
Marje. Dag hoor. Maar volgend jaar zijn we fris en fruitig. Terug met veel gelach. De Pieter Sinterklaas moe. Wat een feest. Sinterklaas, ja? Ik heb nog één hele belangrijke laatste vraag van al deze kinderen hier in de zaal. Oh? Komt ie hoor. Ja. Mogen de kinderen hier in de zaal misschien vanavond hun schoen zetten? Oh, daar moet ik wel even goed over nadenken hoor. Ja, dat mag! De laatste, we gaan dansen voor de Sint. Hop, 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 hop. Sinterklaas, het komt eraan, een feest om niet meer stil te staan. Het is tijd dat je geniet, ik ben een partypiet. Van klaslokaal tot paardenstal, de pieten zijn weer overal. Het feest dat nu begint, want we dansen voor de Sint. Dit jaar wordt een dolle boel, met veel muziek en een goed gevoel. Nou, maar deze boel zit we gaan er helemaal los. In België en Nederland, we houden niet serieus. Hele Sint, Sinterklaas, het gaat weer. Help je binnen zitten, doe je armen. Pak je duivels vast en bereid je nu voor. Wat? Op je stoel, arm naar voren, in je hand, we gaan rijden. Sint zit vast in het kasteel met gangen, oh zoveel. Het probleem is mega groot, is hij dan toch echt te groot? We vonden met het spoor, Sinterklaas gaat altijd door. Met mensen aan het zwemmen en kano's gaan door de schoorsteen. Chocolade in de schoen, we gaan er veel meer door. Want schoenbedrijfjes zijn er voor. Het is niet het gek, het is goed gevoel. Iedereen heeft je stoppen, tijd om uit te lukken. Ga op je binnen zitten, doe je armen naar voren. Pak je duivels vast. En bereid je nu voor. Wat? Op je stoel. En nu? Arm naar voren. Duimel. In je hand. En daar gaat hij. Rijden, rijden, hop, hop. Rijden, rijden, hop. Op de paard van Sinterklaas. Hop, hop, hop. Leuk ze doen, veel cadeautjes, pepernootjes liggen op de boot. En daarom lieve feestgenoot, dit jaar wordt de sfeer echt groot. We pakken uit, want het is feest. Feest. Het is feest. Oké, kinderen, allemaal gaan staan, want we gaan nog een keertje helemaal lang. Hartelijk dank voor je komst naar de Mega Sintshow 2023. Het was een grandioos feest. Laat je nog één keer horen voor de sterren. Een groot applaus voor de meest showy Piet. Showpiet. Dankjewel allemaal.
applaus voor onze danspieten. Hij heeft zich dit jaar eindelijk eens redelijk lief gedragen. Dus verdient hij een applaus. Laat je horen voor meneer Van Driel. Ja! Ja! We zijn blij dat hij onze Sint blijft. De grootste kindervriend. Een groot applaus voor Sinterklaas. En niet te vergeten, de allerliefste Piet van alle Pieten. Love Piet! En tot slot, laat je horen voor de enige echte Party Piet Pablo! Dank voor jullie komst, wat was het een feest, hè? Allemaal een hele fijne pakjesavond. Goeie reis naar huis en tot volgend jaar bij een splinternieuwe Mega Sint Show. Dag iedereen! Doei!